SV Urk zaterdagmiddag op eigen veld tegen AZSV uit Aalten. SV Urk was na twee wedstrijden gedeeld koploper met 6 uit 2. AZSV daar net iets onder met 4 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. En SV Urk begon prima aan de wedstrijd met de rappe Lucas Schraal. Die levert een prima voorzet af op William de Boer. En de prima reflex ook van die keeper Jasper ter Kolste. En de Boer kan het nauwelijks geloven dat dit niet de 1-0 was. Weer Lucas Schraal. Dit doet hij weer aardig. Bal nu slecht verwerkt door die keeper en de 100% kans voor Rikold Neentjes. En een wonder dus dat het nog altijd 0-0 stond op Sportpark De Vormt. AZSV eigenlijk helemaal niet gevaarlijk in de eerste helft. Tot even voor rust. Sporadisch duiken ze even op voor de goal. En de kopkans is er voor Van der Eerde. Maar Benny Dunning kan die bal blokken. En zo was het bij rust 0-0. En dus moest het in de tweede helft gaan gebeuren voor de thuisploeg. En het zou gaan gebeuren met Lucas Schraal op snelheid. Schraal op Hessel Snoek, gelijk verlengd. En dan William de Boer met de 1-0. De dik verdiende 1-0. Van de voet dus weer van William de Boer naar deze mooie aanval. Dan hebben we een uurtje gespeeld. Weer wordt William de Boer gezocht. Die mag de 16 in. Het lichte duwtje en natuurlijk val je dan. Gaat gewillig naar de grond William de Boer. Slim gedaan. En natuurlijk de strafschop. AZSV is het er niet mee eens. Maar Rikold Jan Brands mag uiteindelijk gaan aanleggen. En hij schiet die bal feilloos binnen. En de 2-0. En dan lijkt het een heerlijke middag te gaan worden voor SV Urk. Gert-Jan Karsten gaat dan veel wisselen. En in de slotfase worden de gasten toch nog gevaarlijk. Zoals hier. Strijken eruit. Maar dit gaat maar net goed. Gasten geloven er nog in. Valt die bal goed. Strijken eruit. En ook dit loopt maar weer met een sisser af. En zo is er opeens wat druk van AZSV. Nog een hoekschop voor de gasten. De kopkans is er voor Mulder, maar van de lijn gehaald. En zo is het ook een klein wondertje dat SV Urk deze competitie nog altijd geen tegentreffer heeft geïncasseerd. Laatste kans is ook voor AZSV. Gasten willen hier een penalty voor gefloten hebben, maar dat gebeurt niet. En zo wint SV Urk ook de derde wedstrijd op rij. 9 punten uit 3 gespeelde wedstrijden en een doelsaldo van 7 voor en 0 tegen. En nu helemaal alleen aan kop in de hoofdklasse B. Het is nog heel vroeg in het seizoen. Je gaat nog niet zeggen van wij zijn kampioenskandidaat als je het een beetje bekijkt. Zo. Nog veel te vroeg, hè? Ja, weet je, ik kreeg van de Stentor daar straks voor de wedstrijd de vraag van derde divisie, is dat het verboden woord? Nou, ik was precies 1 week trainer van Urk, toen werd er een groepsapp aangemaakt. En toen heb ik zelf de foto van de groepsapp veranderd in derde divisie als geintje. Je moet altijd ambitie hebben en wij kunnen van iedereen winnen. Maar de laatste 20 minuten hebben we ook laten zien dat we van iedereen kunnen verliezen. Het is een prachtige groep, het is een homogene groep, er zitten kwaliteiten in. Maar we moeten wel reëel blijven met elkaar. De basis is het team en keihard werken. En als we dat kunnen blijven opbrengen en we gaan meer kansen benutten, dan worden we vanzelf wat jij daarnet zei.